Zoals je ziet, is dit het luik waardoor wij heen moeten kruipen om het vliegtuig te beladen. En dan moeten wij 70, 80 koffers inladen. Ja. Ik ben Erik van der Veen, ik ben werkzaam bij de KLM. En ik los en laat de vliegtuigen. Je wordt gewoon ingedeeld van kist naar kist, kort op elkaar. De een komt binnen, die wordt gelost, de ander moet weg, moet je door, moet eruit. En als je pech hebt, dan heb je er nog eentje erachteraan. Die weg moet of ook binnenkomt. En uiteindelijk ben je kapot natuurlijk, want je gaat wel, het is wel fysiek werk. En ik zit nu, als ik mijn bruto loon bekijk, dan is het €12,89 ongeveer. Wij willen graag die €14 per uur, daar strijden we al jaren voor samen met FNV. Loon omhoog, concurrentiestrijd eraf. Geen low carriers meer zomaar laten binnenlaten op Schiphol, want die maken mijn bedrijf kapot, sorry dat ik het zo zeg, mijn bedrijf. Ja, het wordt steeds drukker, zwaarder, omdat er gewoon te weinig mensen zijn. Moet je gewoon veel meer op een dag doen. Ja, de sfeer is gewoon heel anders dan dat het was. Wordt heel snel op pauzes bezuinigd. Ja, doordat je dus die druk hebt, is er, hoeft er maar dit te gebeuren en het gaat natuurlijk mis, dat weet iedereen gewoon ook. Ja, die drukte kan je dus gewoon oplossen door mensen aan te nemen en met een vast contract en niet een 5 jaar contract. €14 moet sowieso betaald worden, anders komt er toch niemand binnen. Wat ik voor de medewerkers van Schiphol echt wil, is dat die €14 nu eindelijk ook echt betaald gaat worden door iedereen, door elke onderaannemer die hier werkt. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat zowel dit kabinet als Schiphol zijn verantwoordelijkheid gaat pakken. Die rolluiken zijn dicht omdat ze geen personeel hebben. Tekort personeel. Betalen te weinig. Mensen komen niet meer voor een accessoire hier op Schiphol werken, terwijl ze buiten beter verdienen. We hebben heel veel verschillende mensen gesproken, van de beveiliging, de bagageafhandelaars, de mensen die op de platforms werken. En ervoor te zorgen dat medewerkers op een fatsoenlijke manier worden beloond, betaald, gewaardeerd, zodat zij weer met plezier en veilig naar hun werk kunnen gaan. Want dat is wat ze allemaal willen. Ze willen hier graag werken. Maar wel veilig en voor een fatsoenlijke loon en waardering. En dat gebeurt nu gewoon niet. We hebben 70% aandelen als overheid. Die hebben we niet voor niks. Die hebben we om een vinger in de pap te houden. En ervoor te zorgen dat Schiphol gewoon weer zegt, al die mensen die hier werken, die zijn van ons. Dat betekent gewoon veilige werkomstandigheden, voldoende geld en daardoor voldoende mensen. Want als je ze goed behandelt, dan willen ze hier wel werken. Dus stop met die grote concurrentie die eigenlijk alleen maar zorgt voor slechtere kwaliteit. Zorg ervoor dat er een fatsoenlijk minimumloon is van minimaal €14, zodat mensen ook daadwerkelijk rond kunnen komen van hun baan. Leg hele duidelijke kwaliteitseisen op, zodat Schiphol daaraan moet voldoen. Die macht hebben de ministers en die moeten ze nu ook pakken om deze chaos te voorkomen.